zo'n dag vandaag is gewoon een grote speeltuin. Het is ook gaaf om gewoon met Maxime iedereen kapot te rossen en gewoon als eerste en tweede de finish over te komen. En, nou, volgens mij kunnen we nog wel harder, maar dat laten we de rest van het seizoen hopelijk zien. Iedereen was aanwezig, dus we hebben een week lang goed kunnen racen. Hard getraind deze winter en dingen moeten nog een beetje samenvallen, wat hier en daar resulteerde in iets wat hoge scores. Maar over het algemeen blij met die tweede plek. Ja, komende periode gaan we eerst een trainingskamp doen in Tokio om die plek zo goed mogelijk weer te leren kennen. En dan gaan we naar huis en dan gelijk door naar het Europese kampioenschap die in mei zal zijn in Porto.